Welkom, OTV Crips, in het huis van Pep. We gaan even een kijkje nemen binnen en buiten, want wat heb je in Amsterdam een auto? Helemaal niks. Wat wij hebben is de oplossing, de vouwfiets. Twee bellen, helemaal te gek. Dus laten we eens binnen een kijkje gaan nemen. Hier houden we een beetje office bij de apparatuur. Die bewaak ik. Dure spullen, dus de boel goed in de gaten houden. En online, website en alles wordt vanaf hier gedaan. Een beetje bellen, een beetje boeken. Hallo. Dit is de badkamer. Groot lichtbad. Even kijken hoor, ik moet nog even de was in de droger doen. Zo. Yes. Hallo. Dit is dus de huiskamer. Hier zitten we te buizen en hier is onze piano. Hij is net gestemd. Nou ja, heel goed. Hier strijken we onze pepshirts. Herfststrijken, want dat heb ik gisteren al gedaan. Nou, en dan hebben we bijvoorbeeld hier een studeerkamertje. Waar we ons kunnen terugtrekken als we muziek willen maken van onszelf. Trompet spelen. Hey, Klaartje, jij kan toch een beetje trompet spelen? Hè? Kan jij niet een beetje trompet spelen? Ja, ik kan het spelen. Hallo! Klaartje het beter. Dat is freestyle jazz. Toch? Kijk, het is heel belangrijk om een soort van ego-tripper te zijn van jezelf. En dat je gewoon overal in het huis jezelf ophangt. We kunnen naar de achterkamer waar we de was doen en de videoclipjes monteren. Allemaal belangrijke apparatuur. Heel handig, hiermee kan je monteren. Een klein kantoortje met ook allemaal oude spullen van mijn ouders. Heel veel videobanden van vroeger. Dan gaan we even naar boven, naar onze slaapkamers. Op dit kamertje niks te vertellen, want het is gewoon een troepkamer, opslag. Troep, vullers. Hier slaapt Teertje. Zij heeft nog het netjes te doen. Die is heel netjes. Mijn kamer is echt een tyfusbende. Ik heb het ooit geschilderd toen ik 11 was. En verder niks meer aan gedaan. Mijn crappy kutkamer. Hier slaap ik. Zo spring ik aan naar bed. We hebben een tuin. Een balkon en een dakterras. Maar hier in de zomer kan je hier heel goed barbecuen. Dat doen we dan met en muziek maken. Dat is ook heel fijn. Helemaal geen liefde was. Mij was een makkelijke prooi. Ik kwam weg met de buit. Mijn kat, velletje. Hij is heel irritant. Als iemand hem wil hebben, dan mag dat. Jawel, ik wil hem niet meer. Nou, het is mijn velletje. Dat was het eerste exemplaar van onze cd. Van onze demo-album. Binnenkort hebben wij ons echte album af. Ik weet niet wat we vanavond gaan eten. Misschien gaan we dus wel alleen maar drinken. Het is echt een beetje een sneuwe koelkast. We hebben slagroom. We hebben slagroom. We hebben melk. Ketchup. En natuurlijk gewoon heel veel kristal. Wil iemand een ijsje? Ja! Ja. Hey, muziek maken in de keuken is altijd heel fijn. Ja, dit liedje was speciaal voor Ondergrond TV, want jullie mogen nu echt naar huis. Mensen, tot ziens! En nu willen we onze privacy. Doei!